Weegschalen zijn er in allerlei uitvoeringen en prijzen. Vaak kunnen ze meer dan alleen wegen en geven ze ook vetpercentage, spiermassa, vochtgehalte en botmassa weer. De Consumentenbond test 11 goed verkrijgbare weegschalen met vetmeetfunctie. We beoordelen onder andere de weeg- en vetmeetfunctie en het gebruiksgemak aan de hand van een testpanel. Het panel bestaat uit 5 vrouwen en 5 mannen in verschillende leeftijden en gewicht. Alle deelnemers krijgen van tevoren dezelfde instructies. Ze mogen op de gehele testdag geen koffie drinken en een uur van tevoren niets eten en drinken. Ook zijn ze vlak voor de meting naar het toilet geweest, zodat hun blaas leeg is. Allereerst vullen we bij een aantal weegschalen gegevens in, zoals leeftijd, geslacht en lengte, om een vetpercentage te kunnen berekenen. Gewicht is hierbij ook nodig, maar dat meet de weegschaal zelf. Een professioneel apparaat meet gewicht en vetpercentage om als referentie te dienen voor de testresultaten. We zijn hier op de Hogeschool van Amsterdam bij de opleiding Voeding en Diëtetiek van het domein Bewegen, Sport en Voeding. En hier in het voedingslab staat verschillende meetapparatuur om de lichaamssamenstelling te meten. En onder andere de botpot die hier naast me staat. En dat is de meest betrouwbare manier om je vetpercentage te meten. Dit meetapparaat bepaalt exact het volume van een persoon en is ook een geëikt apparaat voor het meten van gewicht. Door deze gegevens op te nemen in een formule kan het vetpercentage en het percentage vetvrije massa bepaald worden. Bij de weegschalen werkt het anders. In het weegplateau bevinden zich elektroden die een klein elektrisch stroompje uitzenden door de voeten en de benen. Dit stroompje meet hoeveel weerstand er tegenkomt in het lichaam. Het transporteert zich namelijk goed door waterige massa en niet door vet, bot of lucht. Hoe minder weerstand, hoe meer van deze waterige massa en hoe minder vet het lichaam heeft. Het nadeel is dat bij de meeste weegschalen het stroompje alleen de weerstand in de benen meet en niet het bovenlichaam, waar vaak het meeste vet zit. Alleen het meten van de weerstand is bij deze weegschalen dus niet voldoende. Gegevens als lengte, geslacht, leeftijd, gewicht en bij sommige exemplaren ook mate van sportiviteit moeten ingevoerd worden om te komen tot een vetpercentage. In de totale test voert iedere proefpersoon minimaal 3 metingen per weegschaal uit en minimaal 2 metingen in het professionele apparaat. Ook testen we de weegfunctie van de weegschalen met eikgewichten van 5, 10 en 20 kilogram. Dit doen we zowel in het midden van de weegschaal als zo'n 5 centimeter uit het midden. Uit de test blijkt dat de vetpercentages van de proefpersonen gemiddeld 6,5% afwijken van het percentage waargenomen door het professionele apparaat. Opvallend is dat de meest prijzige weegschalen het slechtst presteerden. Na afloop analyseren en controleren we de gegevens en verwerken we ze voor publicatie. Wil je weten welke weegschaal het beste uit de test komt? Kijk dan in de Gezondgids van februari-maart 2013. Of bestel deze in de webshop van de Consumentenbond.